Ondernemen, het zit in ons. Ik ben Wouter Doornaert en ik ben een creatieve starter. Actie voor starters, dat is het project waarmee de provincie beginnende ondernemers wil ondersteunen en stimuleren. Hiervoor werkt de provincie nauw samen met de verschillende West-Vlaamse ondernemerscentra. Wouter Doornaert richt als creatieve starter het ontwerpbureau 11 Feet op en krijgt hiervoor de nodige coaching, financiële begeleiding en zelfs huisvesting voor een kantoor. Vanuit de creatieve starters zijn we eigenlijk dus op 4 trajecten begeleid. Het organisatorische leuk is eigenlijk iemand die komt kijken hoe werkt jullie organisatie, hoe stemmen jullie af met je collega's, hoe doe je die dingen allemaal. Financieel worden we begeleid, de cijfertjes kloppen het allemaal, wat moet je gaan doen, moet je kosten gaan maken, wat komt er binnen, wat gaat eruit. We worden dan ook begeleid op commercieel vlak, van is je website in orde, zijn je kaartjes in orde, blijven jullie hangen bij de mensen, van die dingen en zo. Voor innovatie worden we eigenlijk niet echt beleid, omdat wij worden eigenlijk verwacht als innovatief ontwerpbureau van die dingen allemaal in huis te hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Best. Goed, goed. Alles in orde? Veel werk? Ja, zeker. Ja, zeker. Is het strak of? Ja. Ja? Allee, ja. Zal dat moeien, hè? Dat is waar. Allee, tot de volgende. Brio is een jong netwerk van starters, waarbij we eigenlijk dit netwerk gaan samenbrengen eenmaal op een maand. Dus we komen daar in contact met mensen die eigenlijk ook bezig zijn met ondernemen, waarin je nieuwe mensen kunt leren kennen. En zo eigenlijk gaat de bal aan het rollen van kijk, komt die mens, die persoon tegen, oké, die persoon kent iemand. En zo is het mogelijk van nieuwe opdrachten binnen te krijgen. Dag Wouter. Best. Zet die op. Wouter, heb jij een idee van jouw vaste posten? Wel, we hebben een aantal kosten die we zo moeten maken. Ik denk onze grootste kost zal zijn het aankopen van software. Dus verschillende softwarepakketten die we nodig hebben om te gaan 3D modelleren. Ook om te tekenen in 2D, Photoshop en zo. En dan ook om te visualiseren aan de hand van renders. Een tekentablet zou ook zeer handig zijn. Dus om dus je tekeningen op computer te maken, om verzorgen naar je klant te kunnen afstappen met de goede dingen. En dan een auto om te kunnen verplaatsen van onze kantoor naar de klant zelf. Goed, maak je erop wijzen dat wat je nu vermeld hebt eigenlijk niet direct je vaste kosten zijn, want het gaat hier om investeringen. Dus investeringen zijn eigenlijk eenmalige uitgaven die je doet, waarbij ieder jaar een stukje in kosten gestoken wordt. Ja. Hè? Dus een auto gaat hopelijk voor jou 4-5 jaar mee, ja. Dus je gaat ieder jaar 1/5 in kosten steken. Maar inderdaad, die afschrijving, want we noemen dat uiteraard afschrijving, dat is eigenlijk voor jou een groot gedeelte van je vaste kosten. Maar heb je een idee van wat elektriciteit en zo meer, dat zijn ook kosten die dus vast zijn. Ze gaan niet mee met hun omzet, dus ongeacht van uw activiteit blijven die kosten bestaan. Dus daar zou je een duidelijk inventaris moeten van maken, wat dat betreft. Anderzijds heb je enig idee wat jouw prijszetting zal zijn, hoe je dus zult werken naar de klanten toe. Ga je werken op een uur, ga je werken op een project, want het is van groot belang dat je van in het begin een correcte prijszetting doet. Voornamelijk voor jezelf, want achteraf is het niet makkelijk om prijzen nog zeker in de hoogte aan te passen. Maar het is ook langs daarboven geen schande om te zeggen van ik wil wat geld verdienen. Summer School was een project van Actie voor Starters. Eigenlijk onder creatieve starters, onder Nienoemer. Was eigenlijk een ganse week, ik denk in het begin van juli. Waarbij dan eigenlijk de mensen die afstudeerden of die een nieuw project wilden op punt zetten, naar hen toe kwamen en daar eigenlijk een week intensief rond starten van een bedrijf aan het werk waren. Dat was dan wel, bijvoorbeeld woensdag was dat financiële leuk, de dinsdag was dat commercieel en daar werden we in contact gebracht met mensen die daar specialist in waren, waar we vragen konden aan stellen. Dankzij onze deelname aan creatieve starters hebben we eigenlijk de kans om op een goedkope of een betaalbare manier aan verschillende ondernemerscentra in West-Vlaanderen een kantoor te huren. Wij hebben wel geopteerd om naar de studios hier te komen omwille van de werkplaatsen, zodat wij die blik kunnen verder gebruiken van de Hogeschool West-Vlaanderen. De studios is dus een gebouw, een acceleratiecentrum van de Hogeschool West-Vlaanderen.
waarbij eigenlijk als jonge starter of als jonge persoon die afgestudeerd is van de Hogeschool West-Vlaanderen in een creatieve richting, eigenlijk een bureau, een kantoorruimte kan huren aan voordelige prijzen. Maar daarbij komen er eigenlijk parking en kantoorruimte, vergaderzaal zitten daarin. Dit is hier de benedenverdieping van de studio's. Dus het zal eigenlijk een polyvalente ruimte worden, waarbij dan de mensen die eigenlijk hierboven in de broodjes zitten gebruik kunnen maken van verschillende accommodaties die hier aanwezig zullen zijn. Dus daar kom je eigenlijk binnen. Hier zal onder paletten geplaatst worden met een kleine balie. Bijvoorbeeld als er seminaries zijn, dan eigenlijk de mensen toekomen, kunnen ontvangen worden. Een vestiaire zal er zijn, die eigenlijk doorverwezen kunnen worden dan naar het tweede gedeel. Hier in het tweede gedeel, dit is het, hier zal er dus een kunstgras aan het plafond komen te hangen. Om eigenlijk een toffe sfeer ook weer te creëren. Kleine tafels zullen er komen met kleine zetelementen. Dit is het podium. Hier zullen verschillende dingen doorgaan. Dus eigenlijk hier komt een scherm naar beneden. Hier komt de spreker te staan. Dus die zal het publiek kunnen toespreken van hier met de projectie daar. Mensen zullen hier al overal rondzitten en dus verschillende zetelementen. Eigenlijk een toffe sfeer zal er gecreëerd worden. We werken vooral rond ontwerpen van producten, dus die op een industriële manier vervaardigd worden. Een van onze klanten is Imbrosa, die maakt schaduw. Daarvoor ontwikkelen we eigenlijk van alle soorten concepten die eigenlijk zeer innovatief zijn, maar ook technisch haalbaar zijn. Voor een ander bedrijf, voor Julie, hebben we een tafel gemaakt. De lampen hier zijn voor AVC gemaakt geweest. Allemaal eigenlijk producten die op een industriële manier vervaardigd worden. Something's got a hold on my head and it won't leave me alone. Dit is hier de bovenverdieping van de studio's. Dat is eigenlijk waar de burelen aanwezig zijn. Dus zoals je ziet zijn de burelen eigenlijk opgemaakt van europaletten. Waarom met paletten? Ten eerste omdat het is een modulair systeem. Het is opgebouwd met draadstangen en houten planken. Waardoor we dan eigenlijk de bureau kunnen gaan uitbreiden of gaan verplaatsen in verloop van tijd. Als er een bedrijfje krimpt of als een bedrijfje groeit, kunnen we die aanpassen naar hun wensen. De paletten zijn eigenlijk ook niet beschadigd geweest doordat we met die draadstangen werken, waardoor dan de paletten eigenlijk terug kunnen opgenomen worden in de circulatie van de transportwereld. Dus als we dan langs hier doorlopen, tussen de bureau in, kom je eigenlijk in een gezamenlijke ruimte. Die eigenlijk, hier hebben we het keukentje en hier hebben we een zithoek. Hier kunnen mensen meer als een broodje opeten, maar kunnen ze eigenlijk ook een krant komen lezen of even een koffietje drinken. Het is niet makkelijk geweest, dat zeker niet, maar het is ook, wij zijn ondersteund geweest van langs alle kanten. Eigenlijk, vooral vanuit de Hogeschool West-Vlaanderen zijn we eigenlijk, hebben zij ons begeleid, ons de kans gegeven om zo'n project te starten. Wij hebben die dan ook genomen en verder gestart, nu nog altijd. Wij hebben nog een close relatie met school, waardoor we eigenlijk nieuwe opdrachten binnenkrijgen, nog ook de werkplaatsen zo nog mogen gebruiken. Maar dan vanuit Unizo. Bij Unizo zijn we een aantal keer gaan spreken. Bij Creatieve Starters en Mensen aan het Ondernemerscentrum in Kortrijk. Die worden eigenlijk van langs alle kanten in de watten gelegd bijna. We worden begeleid overal, op elk gebied. Wie van plan is om een eigen bedrijf te starten, kan voor alle info en ondersteuning terecht op actievoorstarters.be of op het telefoonnummer 0800 20 021. Je vindt er ook alle data van de infosessies. De provincie West-Vlaanderen reikte onlangs haar vierjaarlijkse prijs voor kunstambacht uit. De inzendingen bewijzen nog maar eens dat creatief talent goed gedijt in West-Vlaanderen. In de bijhorende tentoonstelling tonen laureaten kunstige keramiek, originele hoeden en hedendaagse juwelen. Nog tot 14 maart gratis te bezoeken in het provinciaal hof op de Markt van Brugge. Het bezoekerscentrum van provinciedomein De Palingbeek pakt uit met een gloednieuwe oriëntatiehoek. Vanaf nu raak je in een handomdraai wegwijs in het domein en het aanbod. Op 14 maart krijg je de unieke kans om gratis mee te stappen in een van de twee geleide wandelingen. Natuurparels of een domein met een verleden. Voor 10 maart inschrijven is noodzakelijk. Nog tot eind september kun je deelnemen aan de kunstwedstrijd Mijn Lievelingsplekje in het Bulskampveld. Fotografie is niet toegelaten, maar alle andere kunstvormen zijn goed om je lievelingsplekje in dit provinciedomein te vereeuwigen. Inschrijven is noodzakelijk en wel voor eind april 2010.